Ik ben even klaar met het pushen en het moeten. En ik wil het even loslaten allemaal. Dus ik ben even mijn rugzak aan het vullen met mijn spullen. Want dat vind ik altijd makkelijker meenemen. Er komen allemaal mensen tegen onderweg. Allemaal moeders die hun kinderen uitlaten. Oh, en ik heb zo'n honger. Welkom bij de volgende vlog. Het is vandaag ondertussen alweer donderdag. Gisteren heb ik bij mijn oma gegeten. En nu ga ik mijn ontbijtje maken en dan ga ik lekker mijn schoolwerk maken. Goedemorgen. Zeg eens bezig met het schoolwerk op de tablet. Ik ga even ontbijt maken voor mezelf. En dan weer aan de slag. Het zonnetje schijnt wel lekker buiten, al heb ik de gordijnen nog dicht zitten. Maar dat komt vaak omdat de zon heel fel naar binnen schijnt altijd. Dus dan verblindt het je zo in huis. Waarom past deze boterham niet? Ik heb het schoolwerk gewoon afgesloten bij Sarah. Gewoon gezegd, nu is het klaar. We gaan het vandaag niet meer doen. Ik ben er klaar mee. Ik heb mijn dingetjes afgerond. Ik ben even klaar met het pushen en het moeten. En ik wil het even loslaten allemaal. Dus ik ga thee zetten. Sarah zijn spulletje boven aan het opruimen. En ik denk dat we gewoon lekker even film gaan kijken of zo. Want het is nu even niet zo lekker. Het waait heel hard buiten. En dan misschien zo nog even naar buiten als het weer wat opklaart. Ik appte net Nadine of ze thuis is. Want dat is een leuk stukje lopen. Dan zijn we toch even eruit. En gelijk de kindjes die elkaar kunnen zien. Ik kom lekker uit mijn woorden, ik heb het door. Dan kunnen de kindjes elkaar lekker even zien, even lekker spelen. Kunnen wij even kletsen. Dus die was thuis en die wilde toevallig ook even naar buiten gaan met de kinderen. Dus nu wacht ze. En dan gaan die kinderen zo een huisnummer bingo doen daar in de wijk. Dus, en die kinderen gaan op de step. En ik had zoiets van, nou, ik neem ze ook met de step mee. Dus dat komt echt perfect uit. Want het sluit echt heel mooi aan bij elkaar. Dus ik ben even mijn rugzak aan het vullen met mijn spullen. Want dat vind ik altijd makkelijker meenemen. En dan even Sarah de step pakken. Sarah die had een jurkje aangedaan, maar geen maillot erbij. Dus die is gaan het omkleden. Want het is echt te koud voor een zomerjurkje met een vestje. En dan gaan we lekker even naar buiten. En het zonnetje schijnt nu ook, dus het is helemaal fijn. Ik heb er echt zin in. Even de deur uit. Ik blijf ook lekker make-uploos vandaag. Ik heb daar dus geen zin in. Even lekker naar buiten zo. We lopen lekker in het park. Oh, Sarah ziet kindjes van school. Echt superleuk. Dus er komen allemaal mensen tegen onderweg. Allemaal moeders die hun kinderen uitlaten. Ik weet niet of ik te verstaan ben, maar ik ben zo blij dat ik geen make-up op heb. Het waait zo hard. Het is helemaal opgetraand de hele tijd. Ja, en dus, het is maar het is wel lekker. Even frisse lucht gewoon op een blote huid. En we gaan weer langs het leuke huisje. Kijk, daar is hij weer. Ik vind hem zo cute. En dan gaat aan de achterkant nog een heel stuk verder. Ik vind het altijd zo'n leuk huisje. Kijk, heel stuk zit er nog achter. De kinderen zijn huisnummer bingo aan het spelen. Sarah. Laat je briefjes zien. Sarah. Hier zo, mami. Sarah. Die mama mag hem zien. Laat je briefjes zien. Hier, mama. Ja, maar dat zien ze pas een week later. Ik slaap vlakbij. Je hebt er een paar gevonden. Ja, hier is je stem. 5, 7. Oeh. En je hebt hier al gekeken, hè? We zijn onderweg naar huis. En het was echt zo lekker. Even gewoon naar buiten. En de kindjes vonden het leuk om die bingo te doen. En gewoon even kletsen. Toen zijn we naar binnen gegaan. Luc die ging naar een vriendje die jarig was. Dus toen hebben de meiden even lekker samen gespeeld. En wij even lekker zitten kletsen. En heel veel thee gedronken. En nu zijn we weer onderweg naar huis. Zetten we op step. En het wordt gewoon al schemerig. Maar het is wel lekker. Het waait nu niet meer zo. Dus ik vind het wel lekker om even een stukje
te lopen. En dan gaan we zo lekker thuis eten. We hebben het alleen iets later gemaakt dan gepland. Dus ik heb Mark al gebeld. Die was een paar minuten thuis. Dus die begint zo aan het eten. Oh, en ik heb zo'n honger. Het is wel heel mooi en rustgevend. Zo allemaal in de schemering. Er loopt niemand meer gewoon. Het is echt... Het is wel fijn zo, hè? We eten lekker... pannenkoeken! En Sarah, die heeft haar eigen restaurant hier gemaakt. En die had van school een bingo gekregen met allemaal uitdagingen. En die heeft de tafel heel mooi gedekt met servetjes. Ja, en ik ga... Dus die kan zo van je lijst. Kom je wel even aan tafel? Oh. Ik laat hem zien. Ja, er staat van alles op. En hier staat, geef je vader of moeder een klapzoen van dikke... Nou, doe maar nog een keer. Ik ben hem vergeten, dus hij moet nog een keer. Doe maar. Nee, eerst zo. En een klapzoen. Ja, dat was geen echte klap. Dat was ook geen echte klap. Kijk, te grappig. Ze heeft een alien gemaakt. Echt niet? Ja, er stond net een alien. Mama, kijk, het lijkt wel of hij neusgaten heeft zo, zie je? Een beetje. En dan die ogen. En dit is dan dat de neus verder loopt. Maar kijk, met die vorm zo, hier met die ogen. En dan dit, met die kuiltjes, lijkt wel een beetje een alien hoor. Maar het is niet, het is gewoon een alien pannenkoek. Oh, ik zit zo vol. Echt niet normaal. Maar ik had 2 pannenkoeken op en toen had ik gewoon echt nog wel honger. Dus toen had ik een derde gepakt. Maar ik wil spekpannenkoeken altijd best wel wat dikker. Want anders blijft de spek er niet goed in zitten. Dan scheuren ze helemaal. En ik moet zeggen, ik had nu ook ander beslag dan normaal. En deze scheurde nog sneller. Het was een beetje een raar beslag, vond ik. Die andere die we normaal hebben is lekkerder. Maar goed. Dus dan zijn ze wat dikker. En toen, ja, dan wil je toch een derde. En toen was ik aardig fan. Toen dacht ik, ja, ik zit eigenlijk best wel vol nu. Maar ja, om dan een paar happen te laten liggen, vind ik ook bijzonder van de pannenkoek. Dus dan denk ik, ja, dan eet ik toch ook wel weer. Ik ben nou eenmaal vreedzak. Zo, maar nu zit ik vol. Niet normaal, echt. Dus ik ga iets heel spannends doen. Ik ga thee zetten. Marco ligt even in bad. Dus dan ga ik gelijk mijn edits doen. En dan denk ik dat we zo verder gaan in The Walking Dead. Al ben ik die tv nog steeds zat. Maar goed, ik ga het proberen niet te laat te maken vandaag. En ik hoop dat, omdat ik het nu vertel, dat ik gelijk een stok achter de deur hou. Maar ik moet morgen, zeker voor wat ik de laatste tijd gewend ben, best wel vroeg op. Dus ik wil echt proberen om daarvoor op tijd in mijn bed te liggen. En dan niet dat het weer ergens binnen voor de laat is. Dus even zien of het zo gaat lukken. Even nu in ieder geval zoveel mogelijk wat doen. En dan op tijd naar bed. Jullie zijn mijn stok achter de deur. Hopelijk. Ik krijg net zo'n grappige app en dat had ik me helemaal niet beseft. Maar het is wel zo. Het is vandaag de 21ste januari. En dadelijk is het 21 uur, 21 minuten en 21 seconden op de 21ste dag van het 21ste jaar van de 21ste eeuw. Dus best wel een bijzonder moment. Moest ik even delen. We hebben net The Walking Dead gekeken en daarna ging Makker naar bed en zit ik weer Ozark te kijken. En ik heb zo zin in iets leuks te gaan doen, maar dat gaat niet. En ik wil eigenlijk thee, maar ik ga naar mijn bed als mijn vlog geüpload is. Dus ik probeer een beetje op te ruimen. In voordeel, ik hoef mijn make-up er niet af te halen. Dus ik lig wel snel in bed. Ik hoef alleen even mijn gezicht te wassen. Dat scheelt. En 's avonds vind ik het wel altijd lekker. Met mijn ogen te wrijven. Het scheelde vandaag trouwens wel hoor, met die wind. Ik denk dat mijn mascara tot aan mijn kin had gezeten. Maar toch, ik mis het altijd wel, mijn make-up. Ik voel me toch op de een of andere manier lekkerder. Het lijkt net of mijn ogen dan lekkerder zitten of zo. Ik kan het niet uitleggen. Nog een paar minuten is het klaar. Kan ik alles af gaan sluiten. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Ik heb alles opgeruimd. Dus ik wil alleen de vlog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!